Deze les gaat over negatie. Negatie gebruik je om iets negatief te maken. En daarvoor gebruik je geen of niet. Wanneer gebruik je geen? Geen gebruik je als je een substantief met een gebruikt of als je een substantief zonder artikel gebruikt. Bijvoorbeeld, heb jij een auto? Nee, ik heb geen auto. Een wordt geen. Heb jij een dure gsm? Nee, ik heb geen dure gsm. Heb jij een groot huis? Nee, ik heb geen groot huis. Zie jij een parkeerplaats? Nee, ik zie geen parkeerplaats. Een wordt geen. Een substantief zonder artikel ga je ook negatief maken met geen. Bijvoorbeeld, heb jij kinderen? Nee, ik heb geen kinderen. Of heb je honger? Nee, ik heb geen honger. Heb je dorst? Nee, ik heb geen dorst. Lees jij Nederlandse kranten? Nee, ik lees geen Nederlandse kranten. Heb jij een woordenboek? Nee, ik heb geen woordenboek. Een wordt geen. Heb je hier geen artikel? Dan wordt het ook geen. In alle andere situaties gebruik je niet. Wat is de moeilijkheid bij niet? De positie van niet in de zin. Daarom geef ik je een paar hulpmiddeltjes. Heb je een adjectief dat je negatief gaat maken? Bijvoorbeeld, is jouw rok nieuw? Nee, mijn rok is niet nieuw. Of is jouw gsm duur? Nee, mijn gsm is niet duur. Is jouw tuin groot? Nee, mijn tuin is niet groot. Mijn tuin is klein. Adjectief negatief maken niet komt voor je adjectief. Een prepositie. Heb je een woordgroep met een prepositie in de zin? Dan komt niet ervoor. Liggen mijn sleutels op tafel? Nee. Jouw sleutels liggen niet op tafel. Woont hij naast Mohammed? Nee, hij woont niet naast Mohammed. Liggen jouw papieren in de kast? Nee, mijn papieren liggen niet in de kast. Ligt het woordenboek op de tafel? Nee, het woordenboek ligt niet op de tafel. Is die pen van jou? Nee, die pen is niet van mij. Ga je naar huis? Nee, ik ga niet naar huis. Preposities in, op, naar, van, met, naast. Als je dat negatief maakt, komt niet ervoor. Als je een werkwoord negatief maakt, komt niet erachter. Bijvoorbeeld, regent het? Nee, het regent niet. Rook jij? Nee, ik rook niet.
Kook jij vanavond? Nee, ik kook niet. Heb je een specifiek persoon, object of tijd dat je negatief wilt maken, komt niet erachter. Bijvoorbeeld, ken jij mijn dochter? Nee, ik ken jouw dochter niet. Heb jij Jan gezien? Nee, ik heb Jan niet gezien. Heb jij dat artikel gelezen? Nee, ik heb dat artikel niet gelezen. Heb jij die film gezien? Nee, ik heb die film niet gezien. Ga je morgen naar de les? Nee, ik ga morgen niet naar de les. Ga je vanavond mee? Nee, ik ga vanavond niet mee. Ga je deze avond weg? Nee, ik ga deze avond niet weg. Specifiek persoon, specifiek object, specifieke tijd, niet komt erachter. Dus niet komt voor je adjectief, voor je prepositie, na je werkwoord of na een specifieke persoon, specifiek object of specifiek moment.